Hallelujah. We were talking last week about give your words value. Geef uw woorden waarde. Today we're going to round it up. En vandaag gaan we het afronden. Within 10 minutes I will round it up, then we will pray for everybody. Binnen 10 minuten rond ik het af en dan gaan we bidden voor iedereen. Give your words value. Thank Geef you very much, uw woorden waarde. Give your words Geef uw value. Woorden waarde. Why? Waarom? Because every word you speak, want ieder woord dat u spreekt, is a spirit, is een geest, and it works, en het werkt. Every word you speak, elk woord dat u spreekt, is a seed, is een zaad. If you read Genesis chapter 1, als u leest in Genesis hoofdstuk 1, read the whole of Genesis chapter 1, en u leest heel dat hoofdstuk, you will find out, dan ontdekt u, that the Bible said, dat de Bijbel zegt, after God has spoken, nadat God gesproken heeft, there was nothing yet daar was seen er nog niets on earth. Te zien op aarde. God spoke it, God sprak het, but it was not yet there, maar het was er nog niet, because it was a seed, want het was een zaad. The Bible says, de Bijbel zegt, that those things were not there, dat deze dingen die daar niet because waren, there was no rain yet to water them, want er was nog een regen gevallen om het and there te was maken. Nobody to tend for them, en er was niemand om voor te zorgen. That means, dat betekent, the things you speak, de dingen die u spreekt, sometimes you do not see them, soms ziet u ze nog niet, but it does not mean, maar dat betekent niet, that they will not come to pass, dat ze niet zullen gebeuren. Every word you speak, ieder woord dat u spreekt, is a seed. Dat is een zaad. Because we are spirits, want wij zijn geesten, and our words are powerful, en onze woorden zijn krachtig. What is a blessing? Wat is een zegen? Is a spoken word. Het is een gesproken woord. Filled with faith and love. Vol met geloof en liefde. Is that not what is blessing? Is dat niet wat een zegen is? What is a curse? Wat is een vloek? Is also a spoken word. Dat is ook een gesproken woord. Filled with evil. Vol met kwaad. Does it work? Werkt het? How many of you are afraid of curses here? Wie zijn bang voor vloeken hier? Before you were born again. Voordat u wedergeboren was. That is to tell you. Dat is om u te zeggen. That words. Dat woorden. Are powerful. Krachtig zijn. You can use words. U kunt woorden gebruiken. To rebuild your life. Om uw leven te herbouwen. You can use words. U kunt woorden gebruiken. To redirect your life. Om uw opnieuw richting te you geven aan uw leven. Words. U kunt woorden gebruiken. To place yourself where you're supposed to be. Om uzelf op de plaats te zetten waar u behoort te zijn. When you think it. Wanneer u het denkt. You speak it. U spreekt het. You will see it. U ziet het. And it will happen. En het zal gebeuren. You can never u kunt nooit have anything iets hebben you cannot speak about. Waar u niet over spreekt. Somebody say amen. Laat iemand amen zeggen. Some of you think it's humility. Sommigen denken dat het nederigheid is. Not to talk about yourself. Om niet over uzelf te spreken. Do you know one thing? Weet u één ding? If you don't speak about yourself, als u niet spreekt over uzelf, people will speak about you. Zullen mensen over u spreken. Amen. Amen. We don't like people who talk about themselves. We houden niet van mensen die over zichzelf spreken. Especially when you have your own company. Zeker niet wanneer u uw eigen bedrijf heeft. And they come to you. En ze komen naar u say, toe. My company is the best. En ze zeggen mijn bedrijf is de beste. I make the best cake. Ik maak de beste taart. If you want to buy cake. Als u taart wilt kopen. Buy from me. Koop het dan bij mij. I make the best dresses. Ik maak de mooiste kleren. When women wear my clothes, als vrouwen mijn kleren dragen, they look more beautiful. Dan lijken ze nog mooier. We don't like those people, do we? We houden niet van zulke dingen. But they rule the word. Maar zij beheersen het woord. You need to advertise yourself. U moet uzelf aantrekkelijk maken. You need to advertise yourself. Oh. U moet adverteren voor uzelf. You need to speak about yourself. U moet spreken voor uzelf. What you can wat u kunt is what you can. Is wat u kunt. You have to talk about it with pride. U moet er met trots over spreken. Because it is a seed. Want het is een zaad. That you are planting. Dat u plant. You are planting a seed. U zaait een zaad. Whatever you plant. En wat u ook zaait. You will reap. Dat zal u oogsten. Somebody say amen. Laat iemand amen zeggen. Whatever you sow, wat je ook zaait, you will reap. Dat zal u oogsten. Your word is a seed. Uw woord is een zaad. Give your word a value.
Geef uw woorden waarde. Don't just speak because you need to speak. En spreek niet alleen omdat u wilt spreken. Speak because it is relevant that you should speak. Spreek omdat het relevant is omdat u spreekt. Somebody say amen. Iemand amen zeggen. Amen. Speak because it is relevant. Spreek omdat het relevant is. That's why you should not give your ears to negative talks. En daarom moet uw oren niet aan negatieve woorden geven. Because they are seeds. Want het zijn zaden. Matthew chapter 6. Matthäus 6. Let's go through that one more time. Laten we daar nog een keer doorheen gaan. That is our main scripture. Dat is ons hoofd. Matthew 6:45. Matthäus 6 vers 45. Quickly, let's just read it again. Shall we read it together? Matthew 6:45. Het bestaat niet. Luke chapter 6 verse 45. Okay. Lucas 6 vers 45. Luke 6:45. Lucas 6 vers 45. Amen. Amen. Let's read it again. Together. Laten we het nog een keer samen lezen. 1, 2, 3. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. An evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. Whatever you put in your heart, wat u ook in uw hart stopt, is what you're going to speak. Dat zult u spreken. I showed you last week. Ik liet u vorige week zien. How? Hoe? Two group of people. Twee groepen mensen. Spoke two different things. Twee verschillende dingen spraken. Caleb and Joshua. Caleb en Joshua. And the other 10 spies. En de andere 10 spionnen. The 10 spies. De 10 spionnen. And their families. En hun gezinnen. And that generation. En die hele generatie. They perished. In the wilderness. Ze kwamen om in de woestijn. But two, maar twee. That said, die zeiden. We can do it. We kunnen het doen. They survived. Zij hebben het overleefd. The Bible did not show us. De Bijbel heeft ons niet laten zien. That they did something extra. Dat ze iets extra's deden. The only thing they did. Het enige wat ze deden. Is that they spoke faith. Is dat zij geloof spraken. And God brought them. En God bracht hen. To what they spoke. Naar wat zij gesproken hadden. What are you speaking? Wat spreekt u? Since you've been learning this, have you been changing your life? Sinds u dit geleerd heeft, heeft u uw leven al veranderd? Have you been speaking the right words? Spreekt u nu de juiste woorden? Have you been changing your word with your word? Heeft u uw woordgebruik veranderd? Have you been able to be speaking into the right things? Bent u nu in staat om de goede dingen even te spreken? Even the things you are not seeing right now, are you calling them down? Ook de dingen die u nog niet gelijk ziet, roept u aan? Are you making confessions with your mouth? Maakt u nu belijdenissen met uw mond? Are you making good confessions with your mouth? Maakt u goede belijdenissen met uw mond? Because where I'm leading you to is for you to be able to make confessions with your mouth. Waar ik u naartoe leid is dat u goede belijdenissen. That when you wake up in the morning, you will make confessions in your mouth. Als u wakker wordt in de ochtend, you will confess the things you want to see. Dat u de dingen beleidt die u wilt zien. That you don't confess the things that you are not seeing. En dat u niet de dingen beleidt die u niet wilt zien. But you begin to confess what you want to see in your life. U gaat beleiden wat u wilt zien in uw leven. Some people come to this church. Sommige mensen komen. They hear some words. Ze horen wat woorden. They say these people are very arrogant. En ze zeggen die mensen zijn heel arrogant. We are not arrogant. Wij zijn niet arrogant. We are speaking the word of God. Wij spreken het woord van God. You wake up in the morning and say, as long as I live, I will not beg for bread. Als je 's morgens wakker wordt en je zegt, zolang als ik leef, zal ik niet om brood hoeven te smeken. Heaven will say amen. Dan zegt de hemel amen. Maybe you don't have money. Misschien heb je geen geld. But you have already spoken it. Maar je hebt het al gesproken. As long as I am. Zolang als ik er as ben. As long as I live. Zolang als ik leef. As long as I live. Zolang als ik leef. I will not live an ordinary life. Dan zal ik geen normaal leven leiden. I will be relevant to my generation. My generation will know me. Mijn generatie zal mij kennen. As long as I live. Zolang als ik leef. I will never go to bed regretting. Zal ik met spijt naar bed toe gaan. Because I could not eat. Omdat ik niet kon eten. It will never happen anymore. Dat zal nooit gebeuren. These are things you speak. Dit zijn de dingen as die long spreekt. As I live. Zolang als ik my leef. My children will not suffer. Zullen mijn kinderen niet lijden. They will have a good life. Ze zullen een goed leven. As long leiden. As I live. Zolang als ik my leef, children will worship the Lord. Zullen mijn kinderen de Heer aanbidden.
As long as I live, zolang als ik leef, my family zal mijn gezin will not suffer. Zal niet lijden. They will live a good life. Ze zullen een goed leven. They will know hebben. The Lord. Ze zullen de Heer kennen. In this house, in dit there huis, shall be peace. Daar zal vrede zijn. When you wake up in the morning, als u wakker wordt, for me and my children, for me and my family, we will serve the Lord. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. There will be peace here. Er zal vrede zijn. There is hier. No room for demonic activities in my home. Er is geen plaats voor demonische my activiteiten. My place will be a place huis. Of harmony and happiness. Mijn plaats zal anyone that comes into my home will feel the joy of the Lord. Iedereen die binnenkomt, die zal het de vreugde des Heren ontvangen. When you begin to speak like this, als u zo begint te spreken, things begin to change. Zullen dingen gaan veranderen. I love the Lord. Ik heb de Heer. I love the Lord. Ik heb de Heer. I love my children. Ik hou van I mijn love kinderen. My husband. Ik hou van mijn man. When you begin to sometimes it will be difficult for you to speak. Soms kan het moeilijk zijn om but when te you spreken. Start, maar wanneer u ermee begint, things will begin to change. Zullen de dingen gaan veranderen. You have spoken so many times, I'm going to kill you. U heeft zo vaak gesproken, gezegd van ik zal je doden. It is time for you to speak, I will not kill anybody. Het is tijd dat u gaat zeggen, ik zal nooit iemand doden. I will bless people in the name of Jesus. Ik zal mensen zegenen in Jezus naam. It is time for you to begin to see people with love. Het is tijd dat u mensen gaat zien met it's liefde. It is time you begin to speak. En het is tijd dat u gaat spreken. Nothing will happen except you speak. Niets zal er gebeuren tenzij dat u spreekt. Some of you don't speak the right words. Sommigen spreken niet de juiste woorden. Your mouth is so poisoned. Uw mond is zo vervuild. That every time you speak, telkens wanneer u spreekt, you speak a curse. Dan spreekt u een vloek uit. In the beginning of this church, I taught you how to stand in the front of the mirror and begin to speak to yourself. Aan het begin van deze kerk heb ik u geleerd om voor de spiegel te gaan en tegen uzelf begin te spreken. You stand in front of the mirror. U staat voor de spiegel. And begin to speak to yourself. En begin tegen uzelf you te spreken. You speak to yourself until all your body is charged up. U spreekt tegen uzelf tot heel uw lichaam is opgeladen. You stand in the mirror and say, I'm not a failure. En u zegt tegen het spiegelbeeld, ik ben geen mislukker. I cannot fail. Ik kan niet mislukken. I was not created to fail. Ik ben niet geschapen. There is no way I can fail. I am a success. The world will hear about me. Those who have not heard about me, they are going to hear about me. I may be here now, but I'm going forward. In the name of Jesus. In Jezus naam. I'm a conqueror. Ik ben een overwinnaar. Let them come. I'm ready for them. Laat ze maar komen. Ik ben I am going to succeed in life. Ik zal succes in the name of Jesus. In Jezus naam. Those are the words. Dat zijn de woorden. Those are the words. Dit zijn de woorden. You come to your shop in the morning. U komt you close the whole place. And you begin to prophesy. In the name of Jesus. I'm calling Jezus. Customers in. Begin to come. Begin to come in begin the name of Jesus. My business is going forward. In Jesus' name. Jezus the presence naam. Of the Lord is here. Right now. Begin to come. Op dit moment. Het begint te komen. You don't push it down, begin to complain, and Satan is just laughing at you. Je zet geen stoelen neer en dat je dan begint te klagen en dat de duivel je uitlacht. When people ask you, say, it's well with me. Je zegt gewoon, het is goed met mij. I'm going through some trials. Ik ga door wat dingen heen. Oh, but it's a way to build me up. Maar het is een manier om mij op te bouwen. It will make me stronger. Het zal me sterker maken. Because when I get up, want wanneer ik opsta, I'm going to be more successful. Dan zal ik nog meer succesvol hebben. When you go through trials, wanneer u door dingen heen gaat. There are two things. Er zijn er twee dingen. You give in. U geeft toe. Or you fight. Of u vecht. And when you fight. En wanneer u vecht. You always. Dan altijd. Get better. Zult het beter krijgen. Let me give you an example. Laat me een voorbeeld geven. How many of you know Donald Trump? Wie kennen Donald Trump? How many of you? Wie kennen haar? Hallelujah. Hem. He got a debt. Hij had een schuld. Of 1 billion. Van 1 miljard. Debt. His company collapsed. En zijn bedrijf stortte in. 1 billion. 1 miljard. Some of us will run to an island and change our name. Sommigen van ons zouden naar een eiland rennen en onze naam veranderen. And get a plastic surgeon to change our face. En een plastic chirurg liet ons gezicht veranderen. But this man. Maar deze man. He didn't even bother himself. Hij maakte zichzelf geen zorgen. Because he thought in billions. Want hij dacht in miljarden. He thought in billions. Hij dacht in miljarden. And within a short time, en binnen korte tijd. He got up again. Kwam hij weer omhoog. And today, en vandaag. He's extremely rich. Is hij extreem rijk. He did not give in. Hij had niet opgegeven en niet toegegeven. He fought. Hij vocht. He did not only pay the 1 billion. Hij heeft niet alleen dat miljard betaald.
But he's a billionaire. Maar hij is een miljonair. He's a billionaire. Een miljardair. Good. How much are you owing that you're already dying? How much? Hoeveel bent u schuldig dat u denkt dat u doodgaat? 2000 euro. 2000 euro. 10000 euro. 10000 euro. Is that what you are owing? Is dat wat u schuldig 200,000? Bent? 200,000. 300,000. 300,000. If you cannot pay it. Als u het niet kunt betalen. You won't have that debt. Dan zult u die schuld hebben. It's because you are able to pay it. Het is omdat u in staat bent om het te betalen. That's why you have it. Daarom heeft u het. If you don't fight. Als u niet vecht. You will sink. Dan zult u zinken. But when you fight, maar wanneer u vecht, God will help you. Zal God u helpen. Yesterday I told you that we are soldiers. Gisteren heb ik u verteld dat we soldaten zijn. And that soldiers, en dat soldaten, we are supposed to endure hardship. Moeten wij moeilijke dingen doorstaan. That's it. Dat is het. It is for a time. Het is voor een periode. It is for a time. Het is voor een poosje. It's not forever. Het is niet voor altijd. It's not forever. Het is niet voor altijd. Some of you say, yeah, that is easy to say. Ja, sommigen zeggen, dat is makkelijk om te zeggen. Of course you will remain in the same place. Natuurlijk blijft u op dezelfde plaats. But those of you, maar degene van u, who picks this as a point, die dit oppikken, your life will change. Uw leven zal veranderen. It's not everybody who will receive it. Het is niet iedereen die het zal ontvangen. Some of you have already made a decision to remain where you are. Sommigen hebben het besluit genomen om te blijven waar Nothing u bent. Will take you away. Niets zal u daar weghalen. But don't pollute other people's ideas. Maar vervuil niet het idee van een ander. The Bible says. De Bijbel zegt. That poor will always be here. There will always be people who will be poor. Dat problemen altijd hier zullen zijn. There will always be poor people. Oh, er zullen altijd arme mensen zijn. Not because God wants them to be poor. Niet omdat God dat wil. But their mentality. Maar hun mentaliteit. Is their mindset. Dat is hun manier van denken. That's all. Dat is alles. Donald Trump did not steal. Donald Trump heeft niet gestolen. But he changed his mind. Maar hij heeft zijn gedachten vernieuwd. And said, I'm going to get up. En hij zei, ik zal eruit komen. And he got up. En hij kwam eruit. And he won. En hij heeft overwonnen. The one that wins. Degene die wint. Is not the one who did not fall. Is niet degene die niet gevallen is. Is the one who fell different times. Is degene die vaak gevallen but is. But got up. Maar die opstond. And continued to run. En doorging met rennen. The one who fails in life. Degene die mislukt is in het the one leven, who fell. Dat is degene die valt. And never stood up. En nooit meer opstaat. Or stood up. Of opstond. But never tried again. Maar het nooit meer opnieuw probeerde. Amen. Being a Christian does not make you lazy. Een christen zijn wil nog niet zeggen dat u lui kunt zijn. No. It gives you a particular way of thinking. Het geeft u een bepaalde manier van denken. A success way of thinking. Een succesvolle manier van denken. That with God all things are possible. Dat met God alle dingen mogelijk zijn. That is what it is about. En daar gaat het om. And it begins with the way you talk. En het begint met de manier waarop u spreekt. It begins with the way you speak about yourself. Het begint met de manier waarop u over uzelf spreekt. There's nothing wrong when you tell people, you know what, I'm going to be a millionaire anyway. Er is niets mis mee wanneer je tegen mensen zegt dat je een miljonair zult worden. It's just an information. Dat is gewoon maar een informatie. Whether the person likes it or not. Of die persoon het leuk vindt of you're niet. You're not looking for permission, you're just telling the person. U vraagt person. Niet om toestemming, u vertelt het gewoon. You're just telling the person. U vertelt het die persoon gewoon. I told you yesterday. Ik zei u gisteren. Nobody is proud to introduce the child. You say, you see, this is my child. Niemand is er trots op wanneer hij zijn kind zegt over zijn kind. Zie I am kind. So proud of this child. Ik ben zo trots op dit kind. Because he's very poor. Want hij is heel erg arm. You cannot introduce your child and say, you see, this is my child. Je kunt je kind niet introduceren. He's en the zeggen, last zie je dit in the kind? Class. Don't disturb my preaching anymore. Hij is anymore. De laatste in de klas. You see this child? Zie je dit kind? He's the last in the class. Hij is de laagste in de klas. And I love this child. En ik hou van dit kind. Because he's not intelligent. Want hij is niet Nobody. Intelligent. Niemand. Nobody. Niemand. Nobody does that. Niemand doet dat. Nobody. Niemand. Nobody does that. Niemand doet dat. Because our God. Want onze God. Loves excellence. Houdt van uitmuntendheid. He loves the best for us. Hij houdt van het beste voor ons. You're disturbing me. I don't like people talking when I'm preaching. Ik hou er niet van als mensen spreken wanneer ik preek. Okay. Okay.
Amen. It is your mental ability. Het is uw mentale mogelijkheid. Your mindset. Uw verstand. That will place you where you will be. Dat u zal plaatsen waar u wilt zijn. It's not people. Het zijn niet de mensen. It is your mental ability. Het is uw gezonde verstand. How you renew your mind. Hoe uw verstand vernieuwd wordt. That will take you forward. Dat zal u voorwaarts brengen. If God has asked you to start something, als God u heeft gevraagd om iets op te starten, He's the one who asked you to start it. Hij is degene die u dat gevraagd heeft. Don't check if people are not doing it well at all. Ga niet na of mensen het wel of niet goed doen. Because if he has asked you to start it, want als hij u gevraagd heeft om het op te starten, he is going to be with you. Dan zal hij met u zijn. And your own will succeed. En u zult succes hebben. Where other people failed. Waar andere mensen falen. But you must step out. Maar u moet uitstappen. And it starts with your speaking. En het begint met uw spreken. Why don't you just lay hand on your own and prophesy? Waarom legt u niet uw handen op uzelf? Lay your hands on yourself and your prophesy. Leg uw hand op uzelf en profeteer. Prophesy. Profeteer. Prophesy on yourself. Profeteer over uzelf. In the name of Jesus. In Jezus naam. In the name of Jesus. In Jezus naam. It's well with you. Het is goed met u. It's well with you. Het is goed met u. It's well with you. Het is goed met u. It's well with you. Het is goed met u. It's well with you. Het is goed met u. It's well with you. Het is goed met u. In the name of Jesus. In Jezus naam. In the name of Jesus. In Jezus naam. Especially young people. Speciaal de jonge mensen. When you wake up in the morning. Als je 's morgens wakker wordt. If you're working for somebody right now. Als je op dit moment voor iemand werkt. Say one day. Dan zeg je op een dag. I will have my own business. Heb ik mijn eigen zaak. I will employ more people. En ik zal meer mensen aannemen om voor mij te werken. The more you say it. Hoe vaker je het zegt. The more something will come out of you. Hoe meer er iets uit u zal komen. And one day. En op een dag. You become what you have spoken. Bent u wat u gesproken heeft? Somebody say amen. Amen. There is no joy in criticizing rich people. Er is geen vreugde in het bekritiseren van rijke mensen. You should praise them. U moet ze prijzen. Some of them worked hard for their money. Sommigen hebben heel hard gewerkt voor hun geld. What you don't like. Wat u niet leuk vindt. You cannot get. Dat kunt u ook niet krijgen. What you don't like, you can never get. Wat u niet leuk vindt, dat krijgt u niet. God will not give you what you don't like. God zal u niet iets geven wat u niet leuk vindt. Somebody say amen. Amen. There are some of us we don't like rich people. Sommigen van ons die houden niet van rijke mensen. You know, some of them they sit in their comfortable cars. En sommigen zitten in hun comfortabele auto's. They just drive past you. En ze rijden u voorbij. And you look. En u kijkt. See, they are polluting the air. Ze vervuilen de lucht. With their big cars. Met hun grote auto. Why don't you say I want to also help pollute the air? I want a big one too. Waarom zeg je niet ik wil ook een grote auto? The tax does not return money to you. De belasting geeft u geen geld terug. Because you have a small car. Omdat u een kleine auto heeft. No. Nee. You pass a big villa. And what do you say? U komt voorbij een grote villa en wat zegt u? You say there must be a thief living there. Dan zegt u er moet daar een dief binnen leven. Does it mean that all the people that live in villa they are thieves? Betekent dat alle mensen die in een villa wonen dieven zijn? No. Nee. No. Nee. No. Nee. You cannot attract what you don't like. U kunt niet aantrekken wat u niet leuk vindt. What you like. Wat u leuk vindt. And you love with your heart. En wat u lief heeft met uw hart. Is what you will get. Dat is geen wat u krijgt. Many of us are not where we are supposed to be because we hate certain things. You know, there is this attitude, we love something. Er is een houding van, we houden ergens van. But when we speak, maar wanneer we het spreken, is the opposite of what we need. Dat is het tegenovergestelde van wat we nodig hebben. Who wants to marry a beautiful girl? Wie wil er een mooie vrouw trouwen? If you marry a beautiful girl, you will not have rest of mind. Where is it written in the Bible? Als je een mooie vrouw trouwt, dan heb je geen rust in je gedachten. Is it written in the Bible? Is dat geschreven in de Bijbel? Who is going to marry a handsome man? Wie gaat er een knappe man trouwen? Because everybody will be looking at him. Want iedereen zal naar hem kijken. So you select the worst one in the market. I mean, you don't speak like that. Zo spreekt u niet. It's not every beautiful woman that does not behave herself. Het is niet zo dat iedere mooie vrouw zichzelf misdraagt. It's not every handsome man that misbehaves. En niet iedere knappe man misdraagt zich. These are words that are not biblical. Dat zijn woorden die niet bijbels zijn. Somebody say amen. Amen.
If you have spoken like that, I break it in the name of Jesus. Als u zo gesproken heeft, dan verbreek ik dat in some de naam van Jezus. Some of you said I don't want to marry a rich man. Sommigen zeggen ik wil niet met een rijke man trouwen. And now you are married. En nu bent u getrouwd. And your husband is not rich. En uw man is niet rijk. Because you prophesied long time ago. Want u heeft het lange tijd geleden geprofeteerd. It is time for you to change the prophecy. Het is tijd voor u om die profetie te veranderen. So that he can be rich and you can enjoy. Zodat hij rijk kan worden en dat u ervan kan genieten. How many of you have flown in first class here before? Wie heeft er wel eens eerste klas gevlogen? I just want to challenge you a little bit. Ik some of you don't like this. Uitdagen. That's why I'm doing it more. How many of you have ever flown in first class Wie before? Wie heeft er wel eens eerste klas gevlogen? Nobody. Niemand. Try it. Probeer het eens. There you can stretch your leg. Dan kunt u uw voeten uitstrekken, uw benen There strekken. You can choose what you want to eat. Dan kunt u kiezen wat u wilt eten. There you can choose what type of newspaper you want to read. En welke krant dat u wilt lezen. And they bring you one towers as many as you want. There are many luxuries there. But in the economy where we all sit. Maar de economieklasse waar we allemaal zitten. If you stretch your seat. Als je stoel achterover wil laten zakken. The person at the back will tell you to adjust your seat. Degene die achter u zit die zegt dat u dat niet moet doen. But in the first class. Maar in de eerste klas. You can relax your seat and just sleep. Kunt u helemaal plat gaan liggen. You can invite somebody to come and sit with you. There is enough space. En u kunt iemand uitnodigen om bij u te komen zitten. Dus you ruimte have genoeg. Enough space. U heeft genoeg ruimte. Which one is better? Wat is nou beter? Enough space or the one that looks like a bus? Genoeg ruimte of datgene dat lijkt op een bus? Those who sit in the first class. Degenen die in de eerste klas zitten. They are not better than you. Ze zijn niet beter dan u. It's a question of your mindset. Het is een kwestie van uw gedachten. It's just your mind. That's all. Het zijn uw gedachten. Dat is alles. You have the ability. U heeft de mogelijkheid. To be there. Om daar te zijn. It's just your mindset. Het is gewoon uw gedachtegang. Some of you here. Sommigen van u hier. In a short while. In een korte tijd. We will be sending SMS from first class. Zullen een SMS sturen voor de eerste klas. You just need to change your mind. U moet uw gedachten gewoon veranderen. And speak the right words. En de juiste woorden spreken. And it begin to come. En het zal komen. I share something with the leaders not quite long. Ik heb iets met de leiders gedeeld niet lang geleden. It takes just few seconds. Het heeft maar een paar seconden nodig. And something happened 2 weeks ago on Saturday. En iets gebeurde er 2 weken terug op zaterdag. And something is changing. En iets is er aan het veranderen. Those of you who were there, I told them in that service. Degenen die daar waren, ik zei in die dienst. That on Sunday. Dat op zondag. It will continue. Het door zal gaan. When they got to service on Sunday. En toen ze in de dienst kwamen op zondag. They could not preach. Konden ze niet preken. People began to. Everywhere was upside down. De hele kerk was ondersteboven. They started laying hands. Ze begonnen handen op te leggen. There was no preaching. Er was geen prediking. Because I told them. Want ik had het hen gezegd. On Sunday. Op zondag. It will continue. Zal het doorgaan. And God is lifting people up there. En God heeft de mensen daarop. Somebody say God will lift me up. Zeg God zal me opheffen. Some of you God need to bless you not because of you but because of other people. Amen? Amen. You know God wants to bless the church. Why? God wil de kerk zegenen. Waarom? There are many rich people. Er zijn heel veel rijke mensen. Who do not know God. Die God niet kennen. But you know God. Maar u kent God. If God bless you. Als God u zegent. You will bless the poor people outside. Dan zult u de arme mensen daarbuiten zegenen. Why is the government of the world collapsing today? Waarom storten de regeringen van de wereld in elkaar? Why is the economy collapsing? Waarom stort de economie in? Because you have people in leadership. Want je hebt mensen in leiderschap. Who are corrupt. Die corrupt zijn. All over the world. Over de hele wereld. They don't tell the truth. Ze vertellen niet de waarheid. They steal all the money for themselves. Ze stelen al dat geld voor henzelf. And when they steal it. En wanneer ze dat stelen. Things does not work. Dan werken de dingen niet. Every country in the world. Ieder land in de wereld. Have corrupt leaders. Heeft corrupte leiders. They are not telling people the truth. Ze zeggen de mensen niet de waarheid. Somebody say amen. Amen. That's why God is removing every fund from them. En daarom haalt God. And putting it in the hands of Christians. Weg bij hen en legt het in de handen van de christenen. Because we will distribute it properly. Maar wij zullen het goed verdelen. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. How many of you have learned something today? We hebben vandaag iets geleerd. Halleluja. Amen.
How many of you have decided to be rich after today? Wie hebben er besloten om rijk te worden na vandaag? Van hem naar het restaurant. In de naam van Jezus. I thank you for today's service. Ik dank u voor de dienst van vandaag. I thank you for what you have done today. Ik dank voor wat u gedaan heeft vandaag. Precious and ever living God. Dierbare en altijd levende God. Touch your people even as they go home. Raak uw mensen aan wanneer ze naar huis. Let every word that was spoken today. Laat ieder woord dat gesproken is vandaag. Be active in their lives. Actief worden in hun leven. Thank you, Father. Dank u, Vader. Go home. Ga naar huis. And disgrace the enemy. En breng de vijand te schande. You are blessed. U bent gezegend. And you're going out. En u gaat naar buiten. You are blessed. U bent gezegend. And you're coming in. En u gaat naar binnen. Everything you do. En alles wat u doet. Is blessed. Is gezegend. I release the angels to go before you. Ik zet de engelen vrij om voor u uit te gaan. And protect you from now on. En u zullen beschermen vanaf nu af aan. Your life has changed. Uw leven is veranderd. In Jesus' name. In Jezus naam. Turn to your neighbor and say. Groet uw naaste en zeg. I am highly blessed. Ik ben hoog gezegend. And I know it. En ik weet het. Amen. God bless you. Amen. God zegen u.